Nijmegen is een van de vier Nederlandse gemeenten met een tippelzone. De gemeente was van plan om de zone te sluiten, maar door een nieuw rapport zijn er toch weer twijfels ontstaan. Misha werkte vroeger zelf als sekswerker en sprak woensdag in de gemeenteraad. Ik heb gevraagd of die tippelbaan open mag blijven voor het welzijn en de veiligheid van sekswerkers. De sekswerkers worden de illegaliteit ingeduwd. Het is een legaal beroep, maar het mag eigenlijk bijna nergens meer uitgevoerd worden. Volgens sommigen houdt de tippelzone juist een leven in stand dat sekswerkers zelf niet willen. Misha begrijpt die gedachtegang, maar vertelt ook dat de problemen vaak dieper zitten. Ik zou ook willen dat zij een ander leven zouden kiezen. Maar wat zijn de opties? Als de baan sluit, ja, dan lopen deze mensen nog meer risico op geweld. Kijk, prostitutie is niet het probleem, zoals vaak gedacht wordt, maar is vaak een oplossing voor problemen die mensen kunnen hebben. Bijvoorbeeld schulden of verslaving, uitsluiting op de arbeidsmarkt, de zorg voor een zieke moeder. En als je de prostitutie wegneemt, dan zijn niet ineens die problemen opgelost. Ik wil heel graag dat sekswerkers betrokken worden bij het beleid. Sekswerkers hebben enorm veel kennis, ervaring, expertise. En sekswerkers zijn ook de eerste die er belang bij hebben bij een sector zonder dwang en uitbuiting. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat sekswerkers gehoord worden. Het werd tijdens de vergadering gezegd, ja, maar het zijn kwetsbare mensen. Maar als het kwetsbare mensen zijn, wil nog niet zeggen dat deze mensen geen intelligentie hebben en dat zij niet kunnen meedenken.